De 24 Trains top 10 van 2022. En dan de nummer 1 van de 24trains.tv top 10 over 2022. Het zal je denk ik niet verbazen als je ons gevolgd hebt het afgelopen jaar. Het is ons live verslag geworden van de geslaagde wereldrecordpoging van de Rhetische baan uit Zwitserland, de RHB. Die liet op 29 oktober jongstleden de langste passagierstrein ter wereld rijden en wij waren erbij. De rit werd gehouden op de UNESCO werelderfgoedroute van de Albula tunnel in Preda naar het wereldberoemde Landwasser viaduct net buiten Filisur in Zwitserland. Het was een onvergetelijke dag die je bij 24trains.tv, net zoals al onze andere treinenfilms, gewoon ook terug kunt kijken. We hopen dat jullie het een leuke top 10 vonden. Wil je alle video's in deze top 10 in zijn geheel bekijken? Ga dan in een sneltreinvaart naar 24trains.tv, stap in en neem een abonnement als je het al niet hebt. We wensen jullie het allerbeste voor het nieuwe jaar en blijf kijken naar 24 Trains. Want 2023 belooft net zo'n mooi treinenjaar te worden als 2022. Sprak de dienstleider van de Rhetische baan eerder vandaag. En die zei dat hij er erg veel moeite mee had om ervoor te zorgen dat de dienstregeling van het hele spoorwegnet nog een beetje overeind bleef. Want dit traject is natuurlijk gestremd. Daar kun je niet komen, omdat deze trein er rijdt. Maar op de rest van de baan missen ze natuurlijk gewoon 25 van die treinstellen. In de normale dienst. Dus daar hebben ze toch van alles moeten doen om ervoor te zorgen dat er nog mensen gewoon vervoerd konden worden hier bij de Rhetische baan. Treinstel 3111, dat is wel duidelijk dat we dat beeld krijgen. Een prachtig beeld vanuit een van de treinstellen. En daar zie je de slang langzaam de berg afrijden. Nogmaals met een maximale snelheid van 35 km per uur. En de uitdaging van zo'n trein als deze is nooit om ermee de berg op te komen. Het is altijd hoe ermee de berg af te komen. Zonder dat hij onderweg op hol slaat en dat de remmen het begeven. Dat is een enorme uitdaging voor en machinist. Maar ook voor de mensen die deze treinen bouwen. De remsystemen die zijn uitermate dubbel uitgevoerd om ervoor te zorgen dat er geen ongelukken kunnen gebeuren. En als er al eens een keertje een ongeluk gebeurt, dan komt het door een onverwachte lawine of een aardverschuiving of iets dergelijks. Maar zelden dat zo'n trein op hol slaat. Dat is in de afgelopen honderden jaren eigenlijk nauwelijks gebeurd. Een blik uit de cabine. Er worden dus 25 treinstellen gekoppeld, maar ik denk dat ze elektronisch per vier gekoppeld worden. Omdat het niet met 25 tegelijk kan, dan gaat zo'n computer helemaal over de zeik. Dus hij communiceert met zijn collega-machinisten over de hoeveelheid remvermogen die hij moet toepassen. En ik durf te wedden dat ze misschien ook nog wel de afgelopen maanden een paar keer hebben geoefend hoe dit precies te doen. En dat ze ook met elkaar hebben afgesproken hoe zo efficiënt mogelijk en zo duidelijk mogelijk met elkaar te communiceren. Want zo'n poging als deze, die bedenk je niet zomaar in een paar dagen.